De stichting Eusebius Arnhem heeft als doel om de Eusebiuskerk in Arnhem de duurzaamste kerk ter wereld te maken. Maar hoe pak je zo'n ambitieus project aan? High Matters heeft hier een passende oplossing voor gevonden. Als onderdeel van de energietransitie werken zij er met hun partners aan om in plaats van aardgas een duurzaam alternatief in te zetten. Met de inzet van groene waterstof maken we samen de wereld steeds duurzamer. We staan hier in de Eusebius. Een kerkgebouw van al meer dan 500 jaar oud. Een heel indrukwekkend gebouw waar 500 jaar ontzettend veel gebeurd is. We zijn nu klaar met 10 jaar restaureren. En we kijken uit naar de toekomst. En met de toekomst willen we het gebouw duurzaam maken. We willen eigenlijk de duurzaamste kerk van de wereld worden. En dat is nogal wat. Als je om je heen kijkt hoeveel ruimte dat is en wat voor een uitdaging dat is. De kerk wordt nu verwarmd met aardgas. Daar willen wij per se van af. En een uitdaging blijft natuurlijk dat we voor ongeveer 100 eengezinswoningen volume hebben. Wat we niet willen verwarmen, maar mensen wel comfortabel willen laten voelen. En daar hebben we een concept voor bedacht. Dat is namelijk vloerverwarming, wat we stoken met stadswarmte. En stralingsheaters, die we willen gaan stoken met duurzame waterstof. Waterstof is een gas dat net als aardgas verbrand kan worden, zodat je warmte produceert. Maar in tegenstelling tot aardgas komt er bij de verbranding van waterstofgas geen CO2 vrij. En dat maakt het heel erg geschikt voor een duurzame, toekomstbestendige verwarmingsoplossing. En door waterstofgas te verbranden in een heater zoals hier achter mij, kun je bezoekers zich comfortabel laten voelen binnen een monumentaal kerkgebouw zoals dit. Het is een prachtig initiatief om op deze manier groene waterstof toe te passen in monumentale panden als deze.